Next Wish, Montevideo V aan de binnenzijde, Mertatek. Aan de buitenzijde hebben we dan het nummer 7 van Medusa J. En achter deze paarden is er ook nog aansluiting voor Giddy Kingly. Als ze door de bocht gaan op weg naar de overkant van de baan voor de laatste maal. En Robin zoiets lijkt te hebben van, hey Niels, kunnen we niet nog even rustig aandoen? Nou, dat wil Niels niet, want hij heeft een paard dat het puur moet hebben van zijn macht. En aan de buitenzijde komt Montevideo V wel iets dichterbij. Maar het is een harde noot om te kraken, die Next Wish aan de binnenkant. En daarachter Medusa J, die daar nog uitstekend bij ligt. En ook Mertatek, die heeft zijn laatste woordje nog niet uitgespeeld. Maar het is aan de buitenzijde Montevideo V, die probeert nu door te drukken bij de koploper. En dat is aan de binnenzijde nog altijd Next Wish. Daarachter hebben we dan Mertatek. En achter Mertatek aan de buitenzijde Medusa J. En deze vier paarden die nemen nu wat voorsprong op Giddy Kingly als we in de laatste rechte lijn komen. En Next Wish de aanval verdedigt. Maar aan de buitenzijde is het Montevideo V. En die komt nader en nader. En die lijkt nu ook iets overgenomen te hebben. Aan de buitenzijde echter komt er dan ook nog de aanval van Medusa J. En Next Wish die vecht nog een keer terug. En het is Next Wish die het wint. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde het nummer 3 van Montevideo V. We kijken uiteraard nog wel even naar de finishfoto. En close was het ook voor de derde plaats. Dit is de slow motion. Misschien dat we daar wat wijzer van kunnen worden. En dan zien we dat de tweede winnaar is voor de 3. En derde wordt denk ik de 7. Maar uiteraard, we gaan dat wel eventjes voorzichtig nakijken. En daar komen ze aan, de voorlopige winnaars van koers 4. De gemeente Westerkwartierprijs, paard nummer 2, Next Wish en Robin Bakker. Robin Bakker, een van de beste piqueurs van Nederland en ook misschien wel een van de beste piqueurs van heel Europa. Heeft vandaag de tijd gemaakt om op Aduard aanwezig te zijn. Heeft vandaag meerdere ritten. En mooi dat hij gelijk de eerste overwinning over de streep heeft gehaald met Next Wish. Een 4-jarige bruine ruin van Offshore Dream uit Paris-Bie. Gefokt door Henny Kloosterman in eigendom van Stal PED. Trainer Bas Krebas uit De Polder uit Band. En winnende rijder is Robin Bakker. Zelf woonachtig in Blauwhuis. Maar hij is overal ter wereld te vinden. Waar ook maar gekoerst wordt. En hij krijgt de felicitaties op dit moment van het bestuur. Maar ook van de winnende eigenaren, winnende fokkers. En ook van de gemeente Westerkwartier. Waar we zeer erkentelijk zijn voor hun steun aan de stichting Drafsport Aduard Zuidhoorn. Die na een pauze dus van 2 jaar de draad weer opgepakt met een fantastische 6-koppig bestuur. Die de schouders weer onder hebben gezet voor een mooi drafsportevenement. Foto's worden gemaakt door de lokale pers, maar ook door de drafsportpers. Geert Koops en Albert Dilling. Die de plaatjes hebben gemaakt en dan praten wij even met Robin Bakker. Robin, van harte gefeliciteerd. Je hebt net even een onderrondje tussen de mensen van de gemeente Westerkwartier en het bestuur. Prachtig wat ze hier hebben neergezet. Ja, zeker weten. En sponsors hebben natuurlijk hard nodig. En geweldig hoe ze dit weer opgezet hebben. En fantastisch weer. Baan ligt er fantastisch bij. En gelukkig een hoop mensen op afgekomen. Dus nee, ik hoop voor Aduard dat het geslaagde dag is. En dat was voor mij ook de reden dat ik... ik heb natuurlijk vroeger vaker gereden, de tijd dat ik bij Marcel Houben werkte. En... Arjen die had mij een paar keer benaderd vanaf dat eventueel paarden kon inschrijven. Nou ja, die hadden wij helaas niet, maar ik denk probeer zelf wel te komen. En ik kon een paar leuke ritten krijgen. Ja, dan neem ik ook even de moeite om hierheen te gaan. Prachtig dat je vandaag ook aanwezig bent en het evenement steunt. Met Next Wish leek eigenlijk, klopt in eerste instantie? Ja, ik had eigenlijk het idee dat het makkelijker zou gaan. Maar ik werd aan de overkant op tijd onder druk gezet. En het leek even geklopt geweest de bocht uit. Maar hij vocht zich goed terug en hij... Hij denkt, de neusje winnen is ook winnen. Super, Robin. Voor de wedders, welk paard heb je nog het meeste kans voor vandaag? Ja, Mega Flevo is een lekker paard, denk ik. Marcus Wiss, dus ik heb nog wel Mr. Ricardo. Dus ik heb nog wel een paar kanspaarden. Dus ik hoop dat ik er nog een kikker staan hier. Super, Robin. Gefeliciteerd. Dank je. Robin Bakker, dames en heren, heeft vandaag de tijd en energie gevonden om aanwezig te zijn op Aduard. En hij heeft de eerste overwinning al binnen in de gemeente Westerkwartierprijs. En dat deed hij met paard nummer 2, Next Wish. Dames en heren, geef hem een groot applaus. Hij heeft mooie woorden over de organisatie. En hij beloont dat met zijn komst. Dames en heren, Robin Bakker wint hier met Next Wish.
sun.